Of we zijn 10 uur thuis, of zijn ze 6 uur thuis. Dit is een no prep drift day. Even kijken wat nu de tijd is. Oh. Maat, rustig aan. Rustig aan. Zo, het is 8:30. We're on the way to the Midland track for some drifting. I've only drifted twice in my life, on purpose. And it's been about 2 years, so we'll see how it goes. And then Joe's gonna give it a try. Maybe not. Maybe. We'll see. We'll see how it feels. Yeah. We got disqualified because Mark was wearing shorts. Really? Yeah. He said we can't go out on track with shorts on. So Mark got us disqualified. Minutes later. Hoeveel? Wil je het doen? Wat ben jij aan het doen? Niks! Dat is een 2.8. Oh. Amba? Nee, dit is wel automaat. Maakt niet uit. Uit geschiedenis is hij mogelijk? Nee. Moet ik het doorsturen? Doe maar. Stuur maar door. Wie gaat als eerste bieden? Jij of ik? Of allebei? Ik kan niet bieden met Pokémon kaarten, maar het is één soort begrip. Kontje? Ja, een beetje kontje geven. Ja? Nee, geen Afrika. Die roept, die poept. Ding, stink het. Oh. Even een update dan. Even een updateje. Houdt het goed? Ben je niet met die lange? Even een update. Wat denk je? Exhibition only. Niks aan doen. Niet meer over stoeprandjes vliegen op parkeerplaats. Oh, ja, maar dat is wel. Dat is wel testen. Maar hij is hier. Echt. Nou, die heeft sowieso een kamerbeeld in die hoek. Ai. Kijk eens even veel. Zo zilver op zilver. Rode diesel. Diesel erin is goedkoop. Gemaakt. Ja, ja, ja. Als die kort rijdt, dan heb je een klein baantje. Exact. Uit staan. For the record, Joe's gonna drive my E46. Als hij deze crasht, krijgt hij de witte. Heb je twee witte? Ah, wat moet ik met de witte? 3,23. Ga je deze over, deze motor?
motortje. Die motor is slecht. Ik bedoel. Waar is je glasreiniger? Waar is je glasreiniger? Moeten we niet een GoPro ophangen? Hè? GoPro. Ja, Crash Compact doet altijd goed. So, Joe has never drifted before. No. And he thought today is a good day to be first. Pressing your car. In my car. Gaat het of niet? Schade. Deze jongen, heel de tijd, maximaal breed. Dan in één keer stuur omdat hij precies maximaal los zit. Precies over die hobbels heen. Keng, 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 keng. Don't be gentle, it's a rental. Ah ja, het ging niet verkeerd. Niet slecht. Je bouwt zo snel vertrouwen ja, op, hè? Het is echt gevaarlijk. Daarom ga ik er ook uit. Ik zag het steeds bonter worden. Ik voel erbij al hangen. Ik zag je langs die buitenste muur gaan op veel lok op een gegeven moment. Ik zag dat je door het tijd bijna niet meer had. Ja. Het was steeds bonter en dan binnen 5 rondjes. Dus ik zei, je moet er niet in gaan rijden als je dit niet wil kopen. Dus nu laat ik Mark rijden. Ja? Ja. Hey, rondje rijden, Mark? Ik ben benieuwd. Mag wel. Ga ik mee? Of ga jij mee? Ja, maar jij wil. So, Joe is gonna buy a drift car. Now, Mark is gonna do a test drive as well, because he wants to sabotage himself financially. Ik zeg niks. Mama, jij moet straks ook. Against all odds and expectations, the car was faultless, absolutely faultless. There was one little hiccup, but after restarting the engine, it was gone. And I drove all day. I got in the car like 9:30, and we drove up until the absolute last minute. So we really need to go more often. Yeah. And Joe is definitely buying a drift car. You see? I don't hear nothing. Silence is agreement. So Joe's buying a drift car. Mark probably also, because he's real susceptible to that kind of stuff. He is. When he's in the wrong environment, shit just happens. So gaat lekker achter. Alright, so yeah, we're just gonna go back to the unit, drop off all our stuff, get something to eat, and make plans for our next drift day. Because this was way too much fun for what it costs. Because usually, yeah, like a track day is much more expensive. There's much more planning and preparing, and it just costs a shit ton of money. And for how much seat time we had today and what it cost, you just can't beat it. So yeah, we're definitely gonna go more often for sure. Was dat het einde van de video?
denk het wel. Ja, misschien even bij de unit daar even wassen en amateurs gaan afstoffen. Ah ja.